Welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Elin en vandaag heb ik weer een challenge. Ik moet namelijk 24 uur, of nou mag, alleen maar dingen doen of eten met een, of begin met de letter D. En Elise is degene die erbij gaat doen. Ik stel de vragen. Bijvoorbeeld, ja. Dus dat gaan we dan ook meteen doen. Doen, durven of de waarheid. Wat wil je? Waarheid. Waarheid? Ja. Ben jij bang om door een donkere schoot te lopen met hele enge gangen waar enge beesten rond kunnen lopen zoals spinnetjes? Ja, ik zou doodsbang zijn. Heb jij zin in een ijsje, denk je dat of niet? Disco dip. Wil je de disco dip? Wil je disco dip? Mag ik een ijsje met disco dip? Alleen de disco dip. Alleen disco dip? Want ik kan niet dat woord zeggen. Ik geef voor jou cadeau. Ik ga voor jou de ijsje. Zeg eens het woord wat ik niet mag zeggen, want het begint met... Ijsje? Ja, dat mag ik niet zeggen, dus disco dip. Ijsje met disco dip. Dat wordt hem dan. Oké. Okay. Maar ik heb geen geld. En? Dat ik uitgeef aan Fortnite. En ik zit in de min 2. Als er geen ijsje wat begint met een D is, dan pakt Elise hem gewoon voor me. Dus, ja. Even kijken. Ja. Er was geen ijsje dat begon met een D, dus een perenijsje. Elise trakteert mij. Elise, kom je? Ja, rustig. De vriezer is nog heel dicht. Hier is het ijsje. Elise is hier buiten. Hoi. Kijk. Zij vond het een ijsje. Nou, we gaan door naar het volgende. Heb je nog een andere vraag? Tuurlijk. Nou. Denk jij dat jij op de schommel durft? Ik durf daar zeker op, denk ik. We gaan er naartoe. Oké, we zitten op de schommel. Jij? Op de schommel. Kan je vasthouden? Wat zei je? Kan je dit ijsje vasthouden? Nee. Ja, dat klopt. Dansen. Ik moet dansen. Ja, en doe er ook zin in brood. Maar dat mag niet, want het begint niet met een D. Maar heb jij nog andere vragen? Liefje? Als ik er druiven op doe, dat zou kunnen. Maar... Je mag druiven eten. Hebben die dan? Nee. Wacht. Nou? Ik heb behoorlijk dorst, dus ik mag wel drinken met een D. Nou, ik mag drinken. Oké, ik denk dat het zo wel goed is met vragen. Dit is het einde van deze video. Vond je hem wel leuk? Doe dan even een duimpje omhoog en abonneer op mij.